Welkom bij weer een nieuwe vlog van mij. Het is vandaag maandag. Het is wel einde middag. Het is volgens mij nu een uurtje of twee. Ik heb net weer rijles gehad. Ging weer goed. We zijn nu echt elke week standaard gewoon aan het rijlessen. En op een gegeven moment gaan we ook twee keer in een week doen. Dan maar één keer in de week, twee keer in de week. Gewoon een beetje afwisselen. Maar het gaat heel goed. Omdat we dus mijn examen al hebben ingepland. Is het wel makkelijk dat we even veel gaan inplannen. Ik had dit aan. Dit shirtje weer een keer. Van Legius heb ik een keer... Volgens mij is dat online of op Insta. Nou ja, een webshopje had ik een keer besteld. En toen dacht ik, leuk. Met mijn blauwe strap. Met een jas natuurlijk overheen. Maar ik ga me denk ik wel even omkleden. Want Charlie en ik gaan zo dus naar Schermenicht. Die hebben jullie een keer eerder in de vlog gezien. Ja, dan gaan we gewoon gezellig eten. Die woont in Amsterdam. Dus we gaan er op scooter heen. Want dat is gewoon makkelijker. Met parkeren met de auto is ten eerste een plekje te vinden al lastig. En dat is natuurlijk ook super duur betalen. Dus we gaan gewoon lekker met scooter. Maar op scooter is het wel nog een beetje frisjes. Dus ik ga denk gewoon even lekker een truitje aan doen of zo. En ja, gewoon gezellig eten daar. Ik moet even... Pardon, een boer laten heel goed. Ze vinden dat heel goor. Vooral Noortje, weet ik. En Isabel zei het ook een keer tegen me van... Oh, zo goor, maar I'm sorry. Wat wou ik zeggen? Ja, ik heb me weer even omgekleed. Ik heb weer een keer deze schoen ook. I like you. Maar ze deden de laatste tijd echt veel pijn. Als ik heel erg lang liep. Maar Charlie, ik sta nu te wachten op Noortje. Want Noortje die appte me net van. Ja, ik ga naar Xobo. Wil je even mee? Dus ik dacht, nou ja hoor. Dus Char gaat ook gelijk mee. Want gaan we daarna door gelijk naar Char. Dus ze is nu op Noortje te wachten tot zij hier is. En dan gaan we die kant op. En ik ga denk ik niks halen. Tenminste. Ik moet gewoon niks halen. Ik heb ook niet zoveel geld. Ik moet sparen, jongens. Maar Charlie heeft een leuke goedbon gekregen van XOBO. Dus die wil sowieso even kijken. En Norma ook even kijken. Dus ik ga sowieso mee. Hoe was? En? Ja, weet je. Ik denk van mijn rechts. Maar we gaan dus op met dit. Leuk, Noor. Leuk. We zijn dus even hier. Hi. Hebben we wat leuks gevonden, meiden? Ik niet. Ik niet. Noortje vindt altijd wel wat. Oh. Gaat mis. Gaat helemaal mis. Die meid kan ook niet heel veel. Nou, Char en ik zijn... ja, waar zitten we? Weet niet. Ergens in de stad. Want het is op zich nog best wel lekker. Over half het zonnetje zo. En dan gaan we zo Cher de kant op. Jij nog wat vertellen? Nee. Char, wel, wat had je nou gekocht bij Claire? Bij XOBO. Een body en een pak. Een body en een pak. Oh ja, heel leuk. En ik heb een shirtje. Laat ik vanavond wel zien. Niks bijzonders. Maar wel leuk. Ik wil wel een klein hapje. Oh, zou ik jullie even vertellen. Char en ik hebben ooit keiharde ruzie gehad. Weet je nog? Wil jij het vertellen? Nee. Nee, ik ga het vertellen, want kan ik beter vertellen. Nou, wij kwamen thuis en we hadden echt super veel trek. Dus nou, ik maak mijn hele sottosoep. Dus ik doe dat rijst erin, wat vlees. Nou, van alles wat erin. Ik heb mijn hele sottosoep gemaakt en ik ga op de bank zitten. En ik roer er nog in. Ik had zelf niet eens een hap genomen. Char had al wat opgegeten en ze was nog wat zelf aan het maken. Vraag ze, mag ik een hapje? En ze vraagt het, dus ik zeg gewoon nee. Zeg ze, zei ik niet zo, geef me gewoon een hapje. Dus ik zeg gewoon nee. Begon mijn vader ook, helloi, zei ik niet zo, geef me gewoon een hapje. Maar je vraagt er mij en ik zeg nee. En Charlie vraagt altijd hapjes. Dat was het laatste beetje sottersoep. Ik had ook nog wel gewild. Laatste beetje? Ik had niet eens een hap genomen. Ja, dus? Het was de laatste bak sottersoep. Ja, maar dan had je toch voor... Je hebt me dat gezien dat ik dat sottersoep alles in elkaar maakte. Dan had je toch moeten zeggen, ik wou ook een beetje. Nee, dat vind ik wel raar. Nee, nou even, gaat ze weer bij de hand doen. Maar nou ja, toen was ik dus moe en ik had er helemaal getrek in. Toen ben ik janken naar boven gegaan. Toen heb ik het dus uiteindelijk niet opgegeten. Zodat ik die volgende dag wou ik het opeten. Echt zo dramatisch. Maar janken dat naar boven. Rijst was helemaal opgezwollen, zeg maar. Al dat water was erin getrokken. Dus toen heb ik het nooit meer opgegeten. Tot zover mijn sottosoep. Oh, kijk. Baby eentje. Ze zit zo schattig. Oh, ze verschuilen. Oh, dit is zo lief. Kijk eens, chef. Chef. Kijk eens, wat is dat? Cher doet gelijk de haar. Ja, wij hebben lekker gegeten bij Cher. Met Cher en Noël. Was gezellig. Jullie hebben chefje alweer gezien. Nou, het was lekker. Jullie hebben lekker gekookt. Gelukkig. Oh. Nou, wij lopen op de kaatmarkt weer. Ja, net liep ik ook de verkeerde kant op. Ja, het echt erg. Ben ik erg? Ik dacht dat ik het van mama had. Nee, maar mijn plukjes waaien nu echt heel charmant zo. Maar we hebben dus echt lekker gegeten. We hadden pasta, pesto, room gegeten. Wij lusten allebei geen pesto, maar we vonden deze echt lekker. En
Yo, George zit hier, ze had tiramisu meegenomen. Zit hier nog een beetje te vergeten. Dus we hebben echt lekker gegeten en gewoon gezellig. Het is 9:10. En we gaan richting huis en het is nog lekker licht. Dat vind ik wel echt chill. Ja, waarom loop jij zo snel met je kleine beentjes? Helemaal schijtziek van jou. Je, ik had jou getagd op Facebook. Maar jij zit nooit op Facebook. Ik zit niet op Facebook. Mensen die hard lopen zijn intelligenter. Oké, nou, doei. Goedemorgen bij onze gehaaste ochtend. Onze bedoel ik met Charlie en mij. Want Charlie, ik ga vandaag weer meewerken bij Roemag. En we moeten nu eigenlijk weg, maar Charlie wil nog ijsjes meenemen. Omdat ze laatste jaar gewoon zoals ze nog gaat uitdelen. En dat is nu dus een beetje gehaast. Ik wil nog heel veel zo'n cookie. Het wordt vandaag 17 graden met zon. En ik moet eerst van 9 tot 5 bij Roemag werken. Nou ja, we gaan 4 uur weg. Want ik moet 5 beginnen op mijn andere werk. Dus ik werk letterlijk vandaag van 9 tot 9. Maar hoe ik dan doe dit, ik neem een paar cookies mee. En dan gaan we er vandoor. Nou, we zijn er weer. We hebben alweer even gewerkt. Het is 12 uur, dus we gaan nu lekker naar buiten. Want we gaan lekker buiten pauze houden, omdat het gewoon lekker weer is. En dan gaat Charles ook lekker de ijsjes uitdelen. Daar heb ik ook trek in. Maar ik nu ook trek in een broodje, dus dat gaan we lekker. Wij gaan de boot ophalen. Toch, Danny? Ja, zeker. Bootje halen. We zijn hier met Wim en met Danny. Kapitein Wim. Kapitein Wim. En we zijn met de boot van Wim. Kijk eens. Zo, hé. Hey. En we zijn los. Kijk dan. Zitten we dan terug op het bootje? Ja, ja. Volgas. Zo, alles weer op zijn plek. Heel erg goed, schipper. Hé, hoi, oude rammer. Oh, lekker meid. Wat kan wel jou? Dat weet ik eigenlijk niet welke ik wil. Mijn flesje valt. Ja, die ziet er ook wel lekker uit, maar ik ga denk gewoon voor een raketje aan. Misschien neem ik straks nog een andere. Ja, proost. Proost. Takeover van Sean en Charlie. Komt ie? Hallo, hi. Jij bent toe aan een pauze. Ja, oh. Heel goed. Oké. Charlie, heb jij nog wat te melden? Heel erg leuk vandaag op kantoor. Oké, we sluiten hem af. Duimpjes omhoog. De camera bijna op de grond. Ja, ik schrok me af. Ja. Ik schrok af van Sean. Jezus, wat stom. Laatste keer! Jongen! Nou, ik heb even snel een outfit change gedaan thuis. Ik ga ook even mijn andere schoenen aandoen. Ik had vandaag, heb ik eigenlijk volgens mij helemaal niet laten zien, weer deze schoentjes aan. Die vind ik altijd zo lekker frisjes met de zon. Maar ik ga nu gewoon weer mijn fans aandoen, want ik ga naar werk en dan doe ik bijna altijd mijn fans aan. Want kijk, ja, stel daar wordt wat opgeknoeid, dan is het minder zonde. Want die, ja, dat is gewoon minder zonde. Dus dat, mooi verhaal. Mijn vader is morgen jarig. We hebben echt super leuke cadeautjes. En mijn vader die is altijd heel nieuwsgierig. En die houdt ook best wel van cadeautjes. Dus dat is wel leuk. Maar ik moet nu denk ik wel een beetje haasten. Dus ik zie jullie morgenochtend denk ik. Want vanavond heb ik niks meer bijzonders te vertellen. Nu eigenlijk ook niet. Maar ja, was wel weer even leuk. Ik heb dit shirtje trouwens aan. Dus ik heb dit shirtje dus trouwens aan. Die heb ik nieuw van Ik Zo Boos. Staat hier dus een tekstje. Verder is hij gewoon zwart. Dat wil ik nog even laten zien. Doei! Ja, ik ga.
Goedemorgen dus. Jullie, ik ook, heb trouwens al wat gevlogd. Ik heb me aangekleed. Nou, dit is wat ik aan heb. Oh, we hebben een pakketje. Oh, we hebben een krant. Een pakketje. Ik dacht pakketje, we hebben een krant. Mama en ik gaan nu heel snel naar Open Oma, want daar was een cadeautje voor papa geleverd. Omdat papa heel nieuwsgierig is. En anders zag je al gelijk wat het was. Ik heb mijn cadeautje voor papa ook bij Mees laten leveren. Omdat hij anders al Dekkers Watersport ziet. En dan weet hij al wat, want dat is dan voor de boot. Ik praat straks verder. Nou, we zijn weer thuis. Van Open Oma heeft het pakketje dus opgehaald. Dat is een band voor achter de boot. Zo'n opblaasding, een grote. We hadden er al zo een, maar die was kapot gegaan. Dus een nieuwe. En papa is dus helemaal bootfan. Dus ik ga jullie laten zien wat we nog meer hebben gegeven. En ik praat misschien een beetje zacht. Nou, hij valt wel mee. Maar Charlie die zit in een lensachtig iets of zo. Oké. Dit. Dit is dus letterlijk een nop. Dat kan je zo aan de boot noppen. En dan kan je vasthouden als je de boot wil schoonmaken. Anders moet je natuurlijk weten. Ja, nou ja, mooi verhaal. Dus dat wil papa graag hebben. En dan papa die gaat dus altijd foto's maken van de boot. Dus ik heb een waterdichttelefoon geschreven met zo'n touwtje wat hij om zijn nek kan doen. Zodat die telefoon niet, het is nog nooit gebeurd hoor. Maar voordat hij het in het water laat vallen of zo is niet handig. Dus dat is ook wel geinig. En een zwemfles voor op de boot. Want hij zei als je bij het ei zeg maar, of nou ja, op open water vaart en het is heel druk, dan moet je staan. Dan moet je officieel zo'n zwemvest om. Dus dat wou hij ook. Dus nou, die drie dingen hebben Mees en ik vanochtend gegeven. Dan vanmiddag gaan we nog dus die band geven. Char gaat heel leuk een wijnproeverij geven met een kaasplankje erbij voor 6 personen. En die hebben we al gelijk aankomende zaterdag. Dus die gaan we gewoon met het gezin doen. En mama had nog heel leuk 2 armbandjes geven, want dat vindt papa leuk. Deze... hoe heet het? Love Pot van Roemag ook. Er zitten allemaal kaartjes in van een coupon dat hij een keer niet de vuilniszak hoeft weg te gooien. Weet je wel, dat soort dingen. En 2 leuke shirtjes. Maar eentje die moet teruggestuurd worden, want die zat niet goed. En die ander wel, maar ligt volgens mij boven. Papa doet hem vanmiddag aan. Maar ja, Bowie komt ook vanmiddag nog wat leuks geven. Mama heeft ook nog wat leuks. Dus papa is helemaal verwend. Maar papa houdt ook wel van cadeautjes, dus dat is wel leuk. Ik zal even laten zien verder wat ik aan heb. Niet, ik weet namelijk niet wat ik er zelf van vind. Kijk, dit topje is van de Zara en ik heb er een hemdje onder omdat hij best wel laag is. En komt gewoon familie, weet je, mijn opa en oma komen. Dus ik dacht, doe maar even niet. Dus ja, dat is dit topje met zo'n knopen. Ik vind dit wel leuk, maar ik weet niet nou of ik dit zo met deze broek zo leuk vind. Of zo. Mama zei, ik vind het heel leuk, dus ik hou het ook gewoon aan. Deze broek is ook van de Zara en gewoon een fans eronder. Maar ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het denk ik leuker op een andere broek, maar... Nou ja, ik hou het gewoon lekker aan. Wel moet ik nog heel veel mijn haar om nog even op te drogen. Dan moet ik het misschien nog een beetje doen. En ik ga nu even online shoppen bij de Zara. Ik was maandag dus bij mijn nicht eten. En die had voor een vriend een broekje meegenomen van de Zara. Maar hij paste hem niet. Dus ik dacht, oh, misschien kan ik hem voor Mees. Dus die heb ik meegenomen. En Mees past hem wel. Maar er wordt dus heel leuk een shirtje in dezelfde kleur bij. Dus heb je zo'n pakje. Want zo'n short joggings... broekachtig dingetje. Maar dan heb je dus ook nog een lange joggingbroek en een hoodie bij in dezelfde kleur allemaal. Dus dat ga ik even goed allemaal uitzoeken en zo. Dat vind ik wel leuk om te bestellen voor Mees. En zelf nog wat dingetjes. Want toen vorige week was shoppen bij de Zara. Dat ik dus een hele leuke lichtgroene broek gezien. Maar ik had hem in een 38 gepakt. Want dat is altijd mijn maat. 38 volgens mij. Ja, dat is altijd mijn maat. Maar hij paste dus gewoon niet. Hij zat veel te groot hier. En nou, het was gewoon echt niet mooi. Heel jammer. Dus ik wou 36 passen. Die hadden ze niet. Dat ik een 34 pas, maar daar kwam ik niet in. Dus ik wil die gewoon even in de 36 bestellen. En dan moet ik maar even kijken of hij wel of niet past. En nog wat andere leuke dingetjes. Oké, genoeg gebrabbel. Ik ga lekker online shopping. Zet jou wel ook wat dingen bestellen. Ik heb een woonauto gehad, of niet? Ik heb een woonauto gehad. Nee, ik ben niet de auto, achterin. Wijnproeverij, hè, ba? We zijn op de verjaardag van Danny en dat is de vader van Lois. Hey Danny! Harde werker. Wij hebben een achtervolging. Wij zien Laura, maar Laura is van ons niet. Dus ik zei, ga er gewoon achteraan. Het staat hier altijd zo duidelijk niet parkeren en dit bordje, maar ja, dit is een bordje voor fietsers en wij hebben geen fiets. Wij zijn even
gesnapt van papa's verjaardag, weggesneakt. En wij gaan even lekker een ijsje halen bij de IJshoef. Het is niet zo heel warm, maar het kan eindelijk weer. En wij vinden dat wel lekker. En wees niet een vieze boer. Oef. Maar het is toch best wel frisjes, maar alsnog gaan wij lekker genieten. Kijk eens hoe lekker. De visite is weg. Papa is hartstikke verwend. Hij heeft echt leuke cadeautjes gekregen. En we zijn natuurlijk met het gezin nog aan het dorffeesten, want je kent het wel hier, hè? Schijnbuisjes helemaal aan het feestje. Nou. Max hier, dan had maximaal raar natuurlijk. Ja, jij zit op die box al de hele tijd, man. Wat een rust ineens als de muziek wat stiller is, jongens. Iedereen is dus weg. Char en Max zijn ook naar boven. Moet de vlog kijken. Vanmiddag was de vlog online gekomen, maar er was natuurlijk visite. Opa en oma waren er. Dus Tjoepapi? Tjoepapi man jij, ja. Waar is het eigenlijk van? Ik zie dat al vaak. Hoe lang wil je gaan morgen, Danny? Het is om 7 uur. 12 uur? Wat ga je doen? Oh, werken. Werken. Iemand moet change binnen halen. Niet zo aanstellen. Weet je wel, hè? Wat vond jij van je verjaardag, pap? Wacht even. Top. Wacht, ik ga je even licht in de spotlight zetten. Kom, nu mag niet. Je. Sinds wanneer ben je niet in de spotlight? Oké, sommigen hebben jullie al gezien. Papa heeft een nieuwe band voor achter de boot gekregen. Had ik volgens mij wel laten zien. Deze dingetjes had ik sowieso laten zien. Papa heeft dus ook een wijnproef vrijgekregen. En die is voor 6 personen. Dus die gaan wij zaterdag gelijk doen al. Dus dat zien jullie nog in deze vlog. Verder heeft papa een leuk dartboard gekregen van Bowie. Voor een tent van Bianca. Leuk armbandje, lekker luchtje. En een mooie fles wijn. Oh. Dus nou ja, papa heeft niks zeuren. En nu is zaterdag... Oh, pardon. Papa heeft niks zeuren, maar hij doet het toch. Wat dan? Wat zeurt papa dan? Oh, nee, dat ging ik niet zeggen. Oh, nee, dat ging ik niet zeggen, man. Dat zijn teksten voor jou, inderdaad. Sorry. En papa heeft dus dit gekregen. De liedjes. Dat wil hij bij de haven op de steiger gaan plakken waar de boot ligt. Maar dus zaterdag hebben we die wijnproef vrij. Superleuk. Er komt er dus een sommelier gewoon hier naar ons huis toe. Die neemt wat wijn mee. En dan gaan we wijn proeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat zijn. Ja. We gaan Mees laten schrikken. Mees nu ook zei, ik ga ook maar naar boven. Dus ik ga hem laten schrikken. Ah, waarom wist je dit? Ja. Waarom doe je niet de deur dicht? Oh my god, ik dacht dat ik je zo erg ging laten schrikken. Ik had gewoon zenuwen. Wat is jammer, dit had ik je even, hè? Dat had ik je. Kom dan. Oké, okay. Wil jij voor de vlog beneden, Jordan? Nee, even wachten. Nu doe je. Die was goed. Auw! Auw, nee, dit doet echt pijn. Zo, het is een dag naar papa's verjaardag. Het was gisteren super gezellig. Ik heb het klaargemaakt. Ik heb mijn haar lekker gepassen. Maar het moet nog opdrogen en dan kan ik het pas doen. Maar meestal, ik ga nu heel veel eerst naar het Osdorpplein. Wil even bij de... slager wat mijn haar vallen even. Ga je verder nog wat doen of niet? Ga je verder nog wat doen? Meisje heeft mijn vader in gesprek. We gaan even bij de slager lekker kipfilet schnitzel halen. Schnitzel ja. En ik wil bij de kruidvat even zulke dingen halen voordat je... Sorry, vies als je mijn haar ziet. Volgens mij zie je dat niet op camera. Ik had toch laatst gel lak gedaan, maar toen ik met Charlie verjaardag al die ballonnen ging opblazen en dicht moest knopen. Ze zijn echt heel veel nagels afgebroken en alles. Dus het zit hier nu echt heel lelijk op. Dus ik ga het er gewoon afhalen en dan mijn eigen nagels laten groeien. En misschien voor mijn verjaardag wil ik nepnagels doen. Maar dan moet ik nog even kijken of ik dat wel ga doen. Want ben ik bleekjes. Maar het is ook niet zo lekker weer. Het is koud, best wel. Ik heb deze trui van Jeez Louise. Die heb ik echt al super lang. Wat moet ik zien? Een tijger. Tijger, mijn katje zeker. Hey kind. Oh. Dit is mijn oude matras en die staat hier nog steeds. Ze chillt hier altijd. Goeie mees, wil jij ook even je outfit showen? Cool. Wij zijn weer thuis van het Osdorpplein en ik ga jullie even laten zien wat ik heb gehaald. Want er is dus een Patty Brard lijn bij de Kruidvat. En daar heb je dus tijgerprint, keukenrol van. Keukenrol. Wc-papier.
en tissues. Maar die zijn dus wel gewoon wit aan de binnenkant, maar dat maakt niet uit. En ja, ik wil niet op mezelf, maar ik kon het gewoon niet laten. Dus ik heb meegenomen. Oh ja, en we hebben dus lekkere kipsnitzels gehaald. Zo veel zin in. En ik kreeg dit gratis bij de kruidvat erbij. Leuk flesje. Helemaal top. Ik heb 2 deo gehaald. Ik vind deze zo lekker ruiken. Appel, Go Fresh, Dolph, dinges. Dat was de 2e halve prijs. En ik heb dus dit gehaald, wat ik wou. Voor mijn gel nagellak eraf te halen. Ik ben heel benieuwd of dit gaat werken. Oh, het zit er allemaal in, joh. Het zijn er heel veel. En die very cute. Nou, kijk eens hoe leuk. Ik heb hem hier even erop gedaan. En in de toilet, of course, heb ik hem ook even erop gedaan. Dus even kijken. Tada! Ik heb daar ook eentje staan. Op de trap staan die andere 2. Die ga ik straks boven doen. Maar wij gaan nu naar de boot. Wij hebben dus een boot. En die ligt er nu alweer in het water. Mijn vader heeft hem dinsdag. Ja, dinsdag was het natuurlijk lekker weer. En toen mocht hij hem ophalen. Dus toen heeft hij samen met Mees opgehaald. En ik wou echt mee. Maar ik was aan het werk bij Roemag. En daarna bij mijn eigen werk. Dus ik kon helaas niet mee. En ik snapte ook gewoon dat mijn vader hem op wou halen. Maar die ligt dus nu weer in de haven. Dus we gaan nu even kijken gewoon hoe die erbij ligt en alles. En dan ga ik daarna naar Bel toe. Ja, daar ligt hij. Shine, de liedjes. Papa heeft hem even schoongemaakt, dus alles ligt hier ook qua kussens. Nu is hij even aan het drogen. Maar ik kan niet wachten tot we lekker weer. Dat ik niet kan wachten tot we weer lekker kunnen. Maar het is leeg hier, normaal ligt hij hier helemaal vol met boten. Het is nog rustig. Ja, dit gaat goed hoor. Dit gaat goed. Hey. Welke? Oh, dat kan ook wel. Mensen die maar cheating in de. Zoals jullie zien dus ben ik bij Bel. Ik ga weer doen. Ja, Bel gaat zich omkleden. Ik ga wel even zo staan. Of zie je het in de spiegel? Nee. Ik heb een pet op van Bel. Ik heb een blazer aan van Bel. Dit topje is van Charlie, is van de Zara. En mijn beige broek weer. We gaan even een lekker fotootje maken straks. Ik wil eigenlijk een foto met dit. Ik heb ook zoiets. Past dit account? Ik vind die niet zo. Bel weet even niet wat ze aan moet. Maar ze moet een foto maken met die broek. Is een beetje lastig. Maar ik wou dus eerst een foto gewoon met dit sjaaltje in mijn haar of zo. Ik vond het heel erg leuk. Maar ja, het is toch maar dit geworden. Dus we gaan straks foto maken. Het is best wel lekker weer. Niet per se. Het is eigenlijk best wel koud. Gaan we buiten foto's maken nou of niet? Ja, ik wel. Ik weet niet. Misschien binnen ook. Want Bel gewoon zo chill. Best wel veel wit in haar huis. En een hele witte kamer met heel veel goede belichting. Maar we gaan het zien. Zoals je kan zien ben ik weer bij Mees thuis en ik heb me weer omgekleed. Ik zal even een fotootje in beeld zetten van wat Bel en ik voor foto hebben gemaakt. En Mees en ik gaan straks koken. We gaan pasta maken. Dat maken we wel vaker. Maar deze keer maken we een pasta die wij... Sorry voor dat geluid. Die we dus nog nooit eerder hebben gemaakt. En die hebben we dus gezien op TikTok. Iedere andere ga ik elke dag eerder zetten. En vandaag maak ik deze butter chicken pasta. Pak een kom en voeg kipvlees, yoghurt en de kruiden toe. Roer het goed door en laat minimaal 1 uur marineren. Kook de pasta voor 10 minuten. Pak een pan, voeg zonnebloemolie, boter en de kipvlees toe. Bak de kip goud bruin en zet apart. Voeg in dezelfde pan weer zonnebloemolie en boter toe. Laat het smelten en voeg daar een tomatenpuree, pastawater en kookroom. Roer het goed door en voeg als laatste kruiden, kipfilet en de pasta toe. Decoreer het met peterselie of koriander. Die hadden wij dus gezien. Butter chicken pasta heet die. Dus gaan we vanavond maken. Vonden we wel lekker. Ik zit buiten. Het is best wel frisjes. Maar die hond moet eten. Omdat die hond dan nu mij even niet heeft gezien. Dan is hij helemaal door het dolle heen. En dan gaat hij niet eten. Dus ik dacht, nou, ik ga wel even hier zitten. Maar we gaan straks dus die pasta maken. En vanavond gaan we bij Mats voetbal kijken. Want er is dus Ajax. En ik ben niet zo heel geïnteresseerd. I'm sorry. Maar... Mees vindt wel altijd leuk om te kijken. Dus ik snap dat hij dat dan even met vrienden wil kijken. Dus daarom gaan we vanavond gaan naar Mats toe. En voor avondklok terug. Want ja, die is er nog. Volgende week is hij weg. Dat is wel chill. Want dan is hij met mijn verjaardag ook weg. En anders moesten mensen blijven slapen. Oh joh. Die hond. Ik wist niet dat jij mee ging naar bij de draak. Ja, ja, ja. Ah. Scotty. Scotty, kijk eens. Pak hem. Ja hoor, daar gaat hij achteraan. Je zag echt dat kopje zo. Toen met die stuiterbal. Komt die los? Goed. Goed zo. Hier. Oh, sorry. Pak hem. Dat is altijd zo. Als ik dan bijvoorbeeld een woord zeg, of ik heb soms ook wel eens een slappe lach. En als ik dan lach of zo, dan komt hij steeds op me af. Omdat hij dat heel erg leuk vindt. Oh, zag je dat? Ja. Die bal stuit en daarna echt zo met zijn pootje er ook zo van. Niet stuiteren. Zo schattig kijken. Hi jongen. Ja. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Sophie is zo groot.
Kom. Kom. Pak hem. Kom, pak hem. Kom. Waar zit hij nou, hè? De gekkie. Hier. Pak! Voor jou. Maar die gaan wij niet eten, hè? Weet je aan ons pasta maken? Ja, weet je waarom meestal liedjes hoofd, hè? Ik had net een slow motion video van Scotty gemaakt dat hij aan het rennen was. En dan zie je zo dat hij doet. Dat is heel grappig. Ik zal het wel even inzetten. Maar dan, daar hoort echt zo'n liedje onder van too sexy for my shirt. Nou, ik laat het wel zien. I'm too sexy for my shirt. Too sexy for my shirt. So sexy. Het is gewoon leeg, jongens. Het is leeg. Is leeg, oh, het zie ik eruit. Je hebt dus van zo'n YouTubers Don de Jong en hoe heet je ook weer, die andere? Don. En? Weet ik veel. Roy, Royalistic. Oh, Roy, hij heeft met Danny vervoer. Ja, maar hun hebben dus zo'n drankje. We zijn bij de Jumbo, dus wij dachten, nou, we gaan het halen uitproberen. Is het gewoon leeg? Maar nu zoek ik naar het snoep, want ik heb echt even cravings. Ik denk, oh, ik weet waar het staat. Ik weet waar het snoep staat. Volg mij maar. Maar we dachten, we gaan het uitproberen, maar het komt helemaal leeg. We waren dus bij Max. Max. Mats trouwens voetbal kijken. En ga ik dit hier op zetten? Nee. Als je meest, als je denkt, wat wil het meest, dan weer meest tegen zonder praten. Tegen zijn dagoe. Maar jongens, wat ik dus ook zeggen. We hebben een focus drink gevonden. Het lag verkoeld. Voor in de schappen. Ik loop mee, Scotty, ik loop achteruit. Dus we gaan het uittesten. Ik ga mijn camera even hier neerzetten. Oké. Okay. Ik krijg hem niet open. En als je denkt, wat doe je nou zonder jas buiten? Ja, ik had al mijn spullen uitgedaan. Toen moesten we die hond nog even uitlaten. Ja, ruik je? Ik ruik niks. Oh, het ruikt een beetje naar Red Bull. Echt? Oh, er zit prik in. Ik vind het niet zo lekker. Volgens mij zit daar heel veel suiker in. Ik heb juist echt het gevoel dat het suikervrij is. Nee. Oké, jongens. Ik had dus, weet niet of ik dat, ik had wel verteld, maar niet laten zien volgens mij. Zo'n ding gekocht bij de kruidvat waar je zo je gellak mee kan verwijderen. Dus ik dacht, daar zit wat spul in waardoor het verwijderd wordt. Blijkt dus, het zijn gewoon folietjes met een klein stukje watje erin. Daar moet je zelf nagelijk remover op doen. En dan moet je dit dus doen. Zo zelf nagelijk remover erop doen. En dan zo om je nagels. Oh. Zo, dat was ik weer. En dan dus zo om je nagels doen zoals ik nu heb. En dan 15 minuten laten zitten. En dan, godverdomme. Op een gegeven moment, na 15 minuten dit erop laten zitten, moet het er dus wel afgaan met gel lak. Dus we gaan het zien. Ja, we gaan het zien. Ik ben benieuwd, maar ik wou het even laten zien. Het ziet echt heel raar uit. Oké, ik heb dus mijn nagels eraf gehaald met dat. Maar ik dacht, het gaat best wel soepel. Maar je moet daarna echt met zo'n soort stokje, moet je het eraf pulken. Dus ik weet niet of je het kan zien. Het is echt vreselijk. Ja, het is echt vreselijk nu gewoon. Het is heel naar dat ruwige. Maar wij gaan lekker snijden, want we hebben gehaald. Alleen jij, moet je mij weer bij betrekken. Maar ik ga jij gaat sowieso ook snijden. We hebben paprika overschip, zoet zout popcorn, confetti cakejes, drop fruitrol, wat zeg je? Wc-rol. Wat doe je nou? Deze dingen. Sorry. Dit is zo lekker. En focus drink. Maar dat is dus een moi. Nou, broodjes zitten in de oven. Heel charmant, je ziet echt zo'n pantoffels. Ik ben eitjes aan het koken. Ik ga lekker spek bakken. En die was trouwens de pasta van gisteren. Die had ik helemaal niet meer laten zien. Maar was wel lekker. Alleen viel tegen qua smaak. En Maisie is in de tuin. Want die hond is aan het spelen lezen. Kijk. Nou, helemaal leuk. Oké, jongens, weer hetzelfde probleem. Nou ja, het probleem is er niet echt, maar hetzelfde dingetje als vorige week. Namelijk dat ik mijn vlog aan het editen was en zag dat het gewoon echt super lang weer duurde. Gewoon bijna 3 kwartier. Dus ik ga hem deze week weer gewoon die 2 uploaden. Dus bij deze ga ik hem nu afsluiten. Ik ga binnenkort even een polletje op mijn... Polletje? Pol? Zo heet dat. Ja, op mijn Instagram zetten. Wat jullie leuker vinden, kortere of lange vlogs. Nou ja, of zeg maar een lange vlog van 3 kwartier. Of dan 2 vlogs van 20 minuten. Laat het ook even hier weten. Oeh, ik schrik me rot. Mijn kat komt aanrennen. Laat het even weten. Ik ben gewoon heel erg benieuwd. En ja, ik zie er niet uit. Jeetje, Mina. Jeetje, mijn kat, jongen. Ik schrik me rot. Ik hoop jullie deze vlog alsnog weer leuk vonden. Zo ja, doe dan zeker een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan tot bij mijn volgende video. Mwah.